Het hamsteren is nergens voor nodig. Dit laat minister Stephen Zhang van Handel, Industrie en Toerisme in een telefonisch interview weten. Grote delen van de samenleving doen massaal inkopen sinds het eerste COVID-19 geval is bevestigd. Het opkopen van grote aantallen goederen zal volgens de minister een kettingreactie teweeg brengen. Het ministerie heeft in een verklaring een beroep op de samenleving gedaan om ervoor te zorgen dat er geen schaarste ontstaat. Zhang wijst erop dat deze paniekreactie prijsopdrijving teweeg brengt en dat winkeliers hun deuren nu al sluiten om wanorde te voorkomen. Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring, zegt dat het hamsteren begrijpelijk is in de huidige situatie. Desondanks doet hij een beroep op de samenleving om daarmee te stoppen. Alijnen toont ook begrip voor het voorstel van DC Mike Nerkust om de markten te sluiten. Iedereen probeert dus natuurlijk wat meer voeding en bestrijdingsmiddelen op te slaan. Het is jammer natuurlijk dat dit zo gebeurt, maar ik zou de mensen willen oproepen om niet meer te kopen dan ze nodig hebben in 2 weken tijd. Want je gaat toch op een gegeven moment zitten met vervallen producten. Dus daar moeten ze ook rekening mee houden. Dat wij dus nu gaan moeten beseffen dat we altijd een eigen moestuintje op naam moeten houden. Zodat wij vooral in dit soort tijden onze eigen groenten kunnen hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is hoor, dat we luisteren naar wat dus de gezondheidsautoriteiten zeggen. En wat ze dus voorstellen dat wij moeten doen. Dat we dat stip opvolgen. Want alleen op die manier kunnen we dus in korte tijd dit voorval van die COVID-19-virus tot het verleden laten gaan behoren. Minister Zhang zegt dat het juist de bedoeling is dat mensen minder in contact komen met elkaar, waardoor het virus zich minder snel kan verspreiden. Alijnen geeft verder aan dat hamsteren ook gevolgen kan hebben voor de consumenten. Dat de overheid controle gaat uitoefenen op alle winkels zal volgens hem nog een tijdje duren. De hoognodige dingen moet men kopen. Hè? Want kijk, het gevolg hiervan is dat er een schaarste gaat optreden. En men gaat willen sjoemelen met de prijzen. Ja, we weten dat de economische controledienst niet zo sterk is. We zien dat ze dus nu hun best doen. Maar ze zijn niet in staat om overal te zijn. En de prijzen worden abnormaal verhoogd. En vooral in armere buurten zie je dat gebeurt. Dus ik zou de mensen willen oproepen ook op dit stuk om de klachten door te geven. Desnoods via de app van Consumentenzaken. Voorzitter Albert Alijnen van de Consumentenkring. Hij benadrukt dat het hamsteren achterwege gelaten moet worden om prijsopdrijving en het verspreiden van het COVID-19-virus te voorkomen.